Hallo, wij zijn Peter Chevalier en Isabel Chevalier Ruiz Almeida. We laten eerst even een stukje zien over veiligheid aan de machines. De machines die zijn best gevaarlijk. En als je dichtbij komt met je hoofd, dan zie je dat je haren in kunnen komen, oorbellen kunnen erin komen, losse fliepertjes aan je blouse kunnen erin komen. Er kan van alles misgaan, er kunnen spaantjes in je ogen komen en daarom moet je je beschermen. Isabel gaat zich nu even beschermen. En zoals je ziet moeten ook de handen, ringen moeten eraf zijn. Als er een ring gegrepen wordt gaat je vinger eraf, dat is reuze zonde. Dus het moet allemaal goed, strak, vrij en mooi zijn. Kijk. Hier is Isabel in volle wapenrusting, handen vrij van ringen, kleding met touwtjes eraan weg, werkplaatsjas aan en een scherm. Dat vindt Isabel prettiger dan een bril. En zo kan je veilig aan een machine. Huppakee! Dit is de Ashera F3 freesmachine. Hij heeft 4 onveilige punten. Eerste zit hier boven bij de sleutel. Het tweede zit hier achter dat je per ongeluk de voeding kunt aanzetten. Het derde zit hier dat je moet oppassen dat je niet in een opspanning loopt. En het vierde onveilige punt zit hier en dat is als je de riemen omlegt. Dan gaan we de 4 punten apart doen. Ja. Eerste onveilige punt. Als je hier een andere frees inzet, dan moet je hier bovenin iets aandraaien. En als je dat aandraait, dan moet je dat met de steeksleutelkant doen en niet met de ringsleutelkant. Want als je hem met de ringsleutelkant zit en om een of andere reden laat je hem zitten en om een of andere reden gaat hij aan, dan slingert dat als een gevaarlijk projectiel door de werkplaats. Dus altijd steekstortelkant. Ja, het tweede onveilige punt is voor deze machine dat je per ongeluk de voeding aan kunt zetten. Kijk, je laat hem lopen. En als ik nu hier tegenaan kom, dan zie je dat de automatische voeding gaat lopen. Dus dat wil je niet. Dus wat je doet, is je zorgt dat de hendel van de voeding, die hier zit, dat hij niet bovenin zit, maar dat hij in de vrijstand zit. En als je nu deze hendel indrukt, gaat er niks lopen. Ja, het derde onveilige punt is dat je moet oppassen dat je frees niet ergens in vastloopt. Bijvoorbeeld, ik heb hier een werkstukje ingespannen en als aanslag gebruik ik een magneet. Maar dan moet ik wel zorgen dat hij niet in die magneet loopt. Dus wat je dan doet, is je brengt hem eerst naar de hand tot voor zover je hem wil hebben, dat is daar. En daarna zet je op die plek een eindstop in. En die eindstoppen die zitten hieronder. Dus dan schuif je die eindstop daarheen en je zet die eindstop goed vast. En zo bescherm je al je dingen. Aan de andere kant zit ook een eindstop, die hebben we nu niet nodig. Oké, dus eindstoppen vooral gebruiken. Ja, het vierde punt wat gevaarlijk kan zijn voor jezelf is het omleggen van de riemen. Kijk, hier ligt de riemschijf boven en hieronder zijn de riemschijven beneden. En als je het omlegt, dan moet je eerst de spanning eraf halen door deze hendel omhoog te halen. En die moet je goed doordrukken. Dat die niet per ongeluk naar beneden valt, want anders krijg je je vingers hier tussen de riem en de riemschijf. En als je hem omlegt, dan ga je eerst van de grote diameter naar de kleine diameter, dat doe je hier. En dan kan je aan de andere kant van de kleine diameter naar de grote diameter, daar heb je dan ruimte voor. Dan doe je hem dicht en dan breng je hem weer naar beneden, goed doordrukken en ook dicht. Ja, er is nog een vijfde punt
En dat is eigenlijk meer de veiligheid van de machine. Ik heb hier plankjes neergelegd en dat is voor het volgende. Als je bezig bent en je hebt een stuk gereedschap, dan heb je de neiging om dat gereedschap telkens even hier neer te leggen. En als je dat dan maar vaak en veel doet, dan krijg je hier overal beschadigingen. Dus om het bed van de machine te beschermen, leg je er een plankje op. En dan kan je rustig het gereedschap neerleggen zonder dat het kapot gaat. Goedemorgen, ik ben Peter Chevalier. Ik bespreek nu de bediening van de Ashera freesmachine. De bedieningsorganen zitten een beetje verspreid. Hier zit een aantal schakelaars. Hier zit de spil-aan-uitschakelaar. Aan die kant zitten de riemsnelheden. En hier links zit de voedingssnelheid van de tafel. We beginnen nu met de schakelaars hier. De eerste schakelaar, de rode schakelaar. De rode schakelaar is stroom uit, stroom aan. De tweede schakelaar is de schakelaar voor de koelpomp. Die staat op 0 en die moet je ook op 0 houden. Want we gebruiken geen koeling. Dat geeft alleen maar een heleboel rotzooi en roest gebruiken we niet. Gewoon op 0 houden. De derde schakelaar is de belangrijkste. Dat is de voorkeuzeschakelaar. Aan de linkerkant zijn de normale rechtsom spilsnelheden. Aan de rechterkant zijn de linksomdraaiende spilsnelheden. En dan krijg je de eerste tik, weet ik niet. De tweede tik schuin naar boven. Is langzame motorsnelheid. Ik zal je laten horen. Langzaam. En de tweede tik onderaan is de hoge motorsnelheid. Ik zal je laten horen. Hoge motorsnelheid. Nou, dat zijn de schakelaars. Nou, het volgende ding. Hier is de aan-uit schakelaar. Uit. Oké. Aan de rechterkant van de machine staat de tabel met de spindelsnelheden. Blauw boven van 100 tot en met 500 toeren. Rood hoge toeren beneden 400 tot 2000 toeren. De verschillende snelheden bereik je door de riem om te leggen. Hier is de bovenriemschijf en hier beneden is de onderriemschijf. Nog een keer doen. Je ziet daar, de riem hangt in de motor. En als je de riemschijf omlegt, moet je de motor omhoog wippen, dat de spanning eraf is. Als je dat gedaan hebt, kan je de schijf omleggen. En wat je eerst doet, is van hoge diameter naar kleine diameter. In dit geval wil ik hem hierop zetten, dus ik ga hier van de grote diameter naar de kleine diameter. Nu kan ik beneden van de kleine naar de grote diameter. En als ik dat gedaan heb, kan ik de motor weer laten zakken. Helemaal laten zakken. Goed doordrukken. Ziet dat hij naar beneden komt. En dan kan het deurtje weer dicht. Daarachter zie je een tweede riem. En die tweede riem is de aandrijving voor de voeding van de tafel, waar we nu naartoe gaan. Ja, de voeding van de tafel, die zit daarachter. En hij werkt alleen maar op de langsleden. Meestal is de voeding van de tafel helemaal niet nodig, want de werkstukken die we hebben zijn zo klein dat je het net zo goed even met de hand kunt doen. Maar soms heeft het wel zin. Bijvoorbeeld als je iets afwerkt, dan kan je met de hele fijne voeding kan je een heel regelmatig oppervlak krijgen. We gaan nu even naar de voeding zelf kijken. Die zit hier achter. Hier stel je de voeding mee in. Dat doe je met lopende motor.
laagste voeding, blauw, dat is bij een lage snelheid, is 12 mm per minuut. Gaat door naar 58 mm per minuut. En bij hoge motorsnelheid... is dat 232 meter per minuut. Eigenlijk wil je de voeding nooit instellen en dan staat de knop staat in deze stand, dit is de nulstand. Als je hem naar boven doet, draait de slede naar rechts. Als je hem naar beneden doet, en dat doe je met een lopende motor, gaat de slede naar links. Je wil niet dat de voeding per ongeluk ingaat, dus normaal gesproken zet je de voeding op nul en controleer je ook telkens dat de voeding op nul staat. Dat is hem.